medische en, dictatuur. Hoe zijn we dan straks anders dan China bijvoorbeeld, wat dus een medische dictatuur is, waarin de regels worden opgelegd en opgevolgd worden ook. Dus ik denk dat mensen ook een beetje naïef in zijn. Ook uh, vaak de uitspraak van ja, ik heb niks te verbergen. Ja. Geef jouw telefoon dan even. Geef eens een telefoon. Wat is je code? Oh, dan nou open ik de appjes. Oh, oh, wacht even. Hoezo, je hebt toch niks te verbergen? <laughs> ik denk zo'n naïviteit. Ik denk dat het gewoon een natuurlijk wantrouwen moet zijn. Want je weet niet waar de wereld naartoe gaat. En op het moment dat er steeds meer macht toegeëigend wordt, ja, die machtsbelustheid, dat wordt alleen maar groter, uh, natuurlijk. We, ja, dat... we hopen dat er nu meer mensen opstaan. Zeker met de kennis van nu, met terugwerkende kracht die destijds helemaal voor de lockdowns waren, voor de vaccinaties, noem maar, maar op. Zou je met de informatie die je nu voor handen hebt nog steeds dezelfde beslissingen hebben genomen? Of zie je nu ook in dat het tijd is om op te staan? Als ik daarop invoel, voel ik ook een, een openheid in mijn hart. Dan denk ik van, het voelt die zware onderwerpen... die we natuurlijk wel moeten bespreken... dat het ook een soort loslaat is van het oude paradigma... wat alles aan wil doen om macht te behouden... Ja. maar het is niet meer te houden... waardoor je nog, nog meer uh, centralisatie van macht ziet... maar de kracht ligt letterlijk in ons, de mens. En als wij verbindend blijven in liefde met elkaar... en vanuit autonomie blijven handelen... Kunnen wij dit ook aan? Met gemak.